10 jaar geleden is Tara op 5-jarige leeftijd, een meisje uit Wijk aan Zee, overleden aan kinderkanker. De ouders vroegen mij, zou jij misschien een cd willen maken met mooie Ierse nummers? Ik zeg, dat heb ik beloofd. En nou, 10 jaar later eigenlijk, gepensioneerd en wel, heb ik daar de tijd voor en zijn we dat begonnen. I wish I was in Kerkvoorde. Only for nights in Bellingham. I would smoke in the deepest ocean. Dus ik heb af en toe deepest ocean. Ik heb dansend voor Theo gestaan. Ja, ik ga helemaal niet dansen. Ja. Boom. Maar jij zingt deze normaal nooit een vals. Nee. Ja. Dat is en ik zou graag wat sponsors willen zoeken. Hè, die willen storten zodat die cd mogelijk wordt. En al het geld, het gaat naar de ouders, die hebben gekozen voor de Emma Stichting. Die hebben een kinderspeelkamer nodig. En... om kinderen nog kind te laten zijn die kanker hebben. We all go together to black wilds and mountain time. All around the blooming heather. We all go together. En nogmaals, als mensen zeg maar €100 geven, dan ben ik bereid om een kwartier te komen spelen. In de huiselijke sfeer of bij het bedrijf. En misschien wel een half uur. Dat moet ik even kijken. Ik wil er best wel tegenover stellen. Memory, I will always see the town that I have loved so well. Je moet wel rekening houden. Het zijn 7 rustige Ierse nummers. Ze zijn van mij gewend van Haddock om de whisky- en biernummers te zingen. Maar daarom heet die cd ook The Other Side. En The Other Side betekent eigenlijk dat het gaat om de andere kant. En daar staat Tara, het meisje, een foto van Tara. Daar gaat het om. En het is ook een beetje de andere kant voor mij, want het is geen whisky- en biernummer. Het zijn 7 mooie ballades, vind ik zelf. Dus ik hoop dat u daar een plezier aan beleeft. En nou, dat u... wil storten. Ik vind het lekker klinken. Ja, ik vind het zelf wel lekker klinken. Maar het gaat niet om juist die rust en die ontspanningen. Ja.